Hey, ik ben Felicia van Leeuwen. Ik ben chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de naam Chronisch Bi. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. En deze week is het Eurovision. Dus daar zal deze vlog waarschijnlijk het meest om draaien. Veel plezier met kijken. Hey, hey. Oké, ik heb net de intro opgenomen, wat je echt vlak hiervoor hebt gezien. Maar ik ga nu dus... Normaal doe ik dit veel eerder, maar afgelopen week heb ik daar gewoon geen mentale tijd of ruimte. Fysiek, ik heb er gewoon geen tijd en ruimte voor gehad. Zowel zeg maar fysiek als in gewoon wanneer dan. En mentaal is van, oh, ik kan dit niet aan. Dus ik ga nu alle 35, dit zijn er meer, dit zijn 38 video's in. 37 nummers kijken via YouTube. Ik ga het denk ik ook even opschrijven, kijken wat ik ervan vind. Zodat ik dat een soort van voor jullie kan samenvatten. En misschien een voorspelling kan maken voor morgen. Morgen is de eerste halve finale. Zal ik het per halve finale kijken? Misschien wel overzichtelijker. Ik moet het sowieso ergens op gaan schrijven. In ieder geval voor mezelf, want dat vind ik belangrijk. Ik zie een notitieboek. Daar. Oh, nog iets anders. Laat me ook even weten als je iets van shoplog, vloghal, hoe noem je dat ook alweer? geen pro-YouTuber meer. Wilt van wat ik allemaal in Londen heb gekocht. Ik heb best veel gekocht. Ik heb niet van alles nog prijzen. Ik heb niet ook nog op dit moment alles bij me. Heel veel zit in de was. Je ziet hierachter wel van deze stapel van deze stapel boeken heb ik wat in Londen gekocht. Zet Londen eigenlijk op mijn... Volgens mij wel, maar ik weet het niet zeker. Ja, volgens mij zit een hostel in Londen. Ik ben niet in dit hostel geweest in Londen. Ik weet dat dit hostel volgens mij in Londen zat. En ik vond zo'n cute hostel. Uiteindelijk hebben we niet hier geslapen. Maar ik ben dus wel in Londen geweest. dus dat is super cool. Het is wel grappig hoeveel... Deze is van vorig jaar. Is die los aan het laten? Ja, oh my god, hij is los aan het laten. maar... Ik wilde een nieuwe maken dit jaar. Nee, weet je wat? Dit is gewoon... Ja... Ik ga de Songfestival kijken. Hoe ik keek bij Serbia. En we gaan nu Latvia. Serbia was interesting. Wat is Kroatië aan het doen? Oké, ik ben eruit. Sowieso gaan door. Even kijken. Noorwegen. Als Noorwegen niet doorgaat, dan eet ik... iets op. Iets. Noorwegen is live ook gewoon echt bizar goed. Dan gaan we naar... Ierland. Hoop ik. Denk ik niet. Portugal gaat waarschijnlijk door. Ook al is het heel raar. Kroatië zou door kunnen gaan omdat het zo raar is. Zwitserland was live heel goed, dus daar heb ik een soort van tipas of zo. Zweden gaat waarschijnlijk door. Ik vind Zweden, ja, ik weet niet wat het is, maar ik vind Zweden niet zo bijzonder. Heel veel mensen zijn er helemaal weg van. Ik zeg, ja, het is Loreen, ze kan goed zingen, het is een goede performance. Nummer vind ik een beetje saai. Maar Nick kan Euphoria toppen, dus ja. Ik vond Tsjechië heel tof. Ik denk dat we wel doorgaan. Ik bedoel, van de 15 gaan er 10 door. Kijken. Dus dat is Nederland, Tsjechië. Ik denk dat Azerbeidzjan ook wel doorgaat. Zweden. Hier nog eentje. Nee.
Zweden. Noorwegen. Portugal. Zwitserland, Israël. Israël vond ik niet goed. Gaat gewoon door. Dat is het meer. Door de landen die doorgaan zijn niet per se de landen die ik goed vind. Nou, Kroatië dus. Dat is weird as. En dan hebben we er nog eentje over. Finland misschien? Hier is ook iets heel raars weer dit jaar. Ja. Goed dat het is. Ja. Cheers. Ik ben benieuwd morgen. We'll play your vision episode of Drag Queens. Are you fucking kidding me? This is so nice. Oh my god! Dus het is al vrijdag. Hi, hi. Hallo. Hi. Hi, dag. Oh, klopt als Rutte. Naar. Wat ik wil zeggen. Mijn tegenzak is zoveel lawaai vandaag. Ik weet niet wat ze hebben. Maar ik hoor dus al een kwartiertje, zeg maar, donderwolken zo heel langzaam dichterbij komen. Vroeger vond ik het heel eng. En tegenwoordig vind ik het juist heel cool om naar de donder en de bliksem en de regen te kijken. Omdat het een soort van, ja, ik weet niet. Het is spannend, het is cool, het is de kracht van de natuur. Ik praat een beetje met een lage, half dode stem. Omdat ik vannacht pas om 1:30, 5:30 thuis was. Ja, ik was Songfestival kijken op mijn studentenvereniging. En daarna was er een Spaans feestje, waarbij er niet zoveel Spaanse muziek werd gedraaid. Maar dat was uiteindelijk heel gezellig. En toen de DJ's af waren, heb ik eigenlijk gewoon lekker veel gekletst met mensen. Ja, en toen was het opeens 4:30. 5 uur. Nou ja, in ieder geval laat. Of vroeg, hoe je dit wil bekijken. Dus ik heb vandaag de hele dag geslapen, want mijn lichaam kan het niet zo goed. Ik zal morgen ook nog wel rust moeten houden. En morgenavond is er dan weer Songfestival. Een studentenvereniging. Daar heb ik heel erg zin in. Oh, het is. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, dat kan ik nu natuurlijk niet zien. Nou ja, volgens mij is het nu 6:30. Nee, ik denk niet dat je het hoort. Je hoort denk ik eerder mijn deeghoed. Ja? Hallo? Hallo, hey meisjes. Ja, wat moeten jullie dan? Hé? Ik heb net wat series afgekeken. Het is vrijdag. Ja, wat ga ik vanavond kijken eigenlijk? Ik heb nog geen idee. Ik moet ook wel eigenlijk iets eten als avondeten. Maar ik ben dus nog niet zo lang wakker. En ik heb dus helemaal geen behoefte aan avondeten op dit moment. Ik zit nietsvermoedend hier op deze toiletpot mijn boodschap te doen. En opeens kijk ik naar boven, naar de hoek van de douche, waar ik net nog heb gedoucht. En zie ik iets wat ik daar niet wil zien. En je hebt het niet over schimmel. Ik heb het wel over een ander levend wezen. Want schimmel is een levend wezen. Waarvan ik denk, what the fuck doe jij in een badkamer? Er zit een spin. Bij deze zijn jullie gewaarschuwd. Bitch, the fuck are you doing there? Ik vind het ook niet zo leuk dat hij daar zit. Het is ook zo'n spin waar ik de vorige keer, die was wel veel groter dan deze, maar waar ik de vorige keer echt een paniekaanval om kreeg. Ik ben net al op mijn krukje gaan staan, zoals je ziet aan de voetafdrukken die erop staan. Toen denk ik, ik maak hem dood met een pak babydoekjes. En toen stond ik erop en toen dacht ik, dit ga ik niet doen, ik ga eerst naar het toilet. Nou ja, ik ging naar het toilet en toen zag ik het, maar oh my god. Okay, ik heb zo'n spray, waardoor ik dus als het goed is niet zelf dicht bij het dier hoef te komen. I thought I hit you here.
Oh fuck. Where's my death to all animals? Oh, my death to all animals spray is hier. Voor vliegen en kruipende insecten en er staat ook een spin op. Oké, dat was minder eng dan ik dacht. Dat ding viel gewoon poef naar beneden. Oké, nu ga ik kijken hoe mijn pannenkoeken uit de oven zijn geworden en of die niet al aangebrand zijn. Ze zien er goed uit. Ik ga ze even checken. Oké, ik zoek nog iets om zeg maar te checken of ze gaar zijn of niet. Ik heb geen ct-prikkers. Dus ik ben bang dat ik gewoon een mes moet gebruiken. Ja, ze zijn goed. Yay! Ik had zin in... sorry, dat is heel dichtbij. Ik had zin in pannenkoeken, maar ik had geen boter meer pannenkoeken te maken. Toen dacht ik, wacht, ik denk dat ik deze pannenkoekenmix ook wel in de oven kan gooien. En dat is gelukt. Die met appels in een leentje raar uit, omdat ik de... Ik laat eens vallen. Appel van tevoren door wat tapioca meel heb gehaald. Voordat ik glutenvrij had, deed ik dat ook altijd met mijn ingrediënten. Even door wat bloem heen halen. Zodat ze niet zakken, zeg maar, in de mix waarin je ze gooit. Maar ik wist niet dat tapioca wit zou blijven. Ja, de oven. Bij het meeste blijft dat niet wit. Als je er bloem op gooit. Nou ja. Vanavond het Songfestival. Daar heb ik zin in. De finale. Ik doe vandaag nog lekker rustig aan. En het is wel echt heerlijk weer. Dus ik ga zo meteen lekker op mijn balkonnetje zitten. Die ik vanmorgen moest stofzuigen trouwens. Want het zat vol met boompluisjes. En daarom houd ik niet zo van. Zo, ik zit lekker op mijn balkon. Oh, hij filmt weer schuin. Want daar, ik blijf wel filmen, ik druim zo al. Ik heb nu een dingetje opgehangen op het balkon. Het is een handdoek, een gordijn dat mijn ouders nog hadden. En wat je ziet voor de rest is het kattennet. Want morgen of van de week komt de kat van mijn ouders hier naartoe omdat mijn ouders op vakantie gaan. Dus ja, die komt hier wonen voor een tijdje. En ik ga nu lekker mijn pannenkoekjes opeten. En dan denk ik nog eens van een YouTube dingetje op zien te kijken. Want ik kan nu wat meer schaduw heb. Ik ben er echt net te laat voor, maar in hoe erg gestresst ik zat om die spin die ik net had, zat ik net zo'n mini springspinnetje op mijn balkontafel hier zo. En die heb ik echt zo op mijn hand laten springen en zo in mijn ding neer, in dit rek neergezet. En het zijn wel nepbloemen, maar kijk, daar komen wel gewoon kleine insectjes die kan eten. En ik denk echt, kom maar, heel goed. Ja, dat is echt, je hebt zeg maar, bepaalde TikTok-accounts die hebben het over die springspinnetjes. En die zijn super schattig. En deze was ook super schattig. En... ja... Vroeger had ik die ook vermoord trouwens. We're growing. En ik ben nu in Margarita met de Straw aan het kijken. En het is echt wel zo'n coole film. Ik wist helemaal niet dat het Indiaas was. Ik dacht dat het... maar eigenlijk voegt dat wel heel veel toe aan de film ofzo. Ik weet niet. In ieder geval, super toffe film om naar te kijken. En ik ga zo denk ik even een biertje nemen. Want daar is het wel tijd voor inmiddels. En daar is het ook beer voor. Oké, ik wil toch even klagen vandaag. Oh shit, hij start een video. Oké, dat is er staan. Ja, top. Dit is een hele goede angle. Ik ben aan het eten. Ik heb
Mexicaanse bonen met rijst. En dat heb ik in de oven gegooid met wat kaas eroverheen. Dat is next level. En ik heb vandaag wat pannenkoekjes op, zeg maar. Ik heb cakejes gebakken van pannenkoekenmeel. Van American Pancake Meal. En daar heb ik er ook niet zoveel van op. Ik denk dat ik alles bij elkaar vier pannenkoekjes op, zeg maar, wat bij elkaar vier pannenkoeken is. Ze waren wel gevuld met appel en ik hoop dat je me kan verstaan, want alle ouders beginnen opeens te rijden. Echt alles tegelijk, oké. Okay. Gevuld met bosbessen en appel en het was op zich best wel lekker, maar een van de vormen die ik heb gebruikt, die was niet helemaal lekker. Maar goed meer, dus het smaakt heel erg naar die vorm. Jammer. Maar dat kon ik al niet op. Normaal gesproken eet ik best makkelijk een grote stapel pancakes. Maar ik kreeg niet meer op dan dat ik op had. Toen dacht ik, oh, laat ik wat worteltjes met hummus nemen. En toen dacht ik, nee, ik ga maar gewoon avondeten maken. Want het is al 6:30. Dus ben ik avondeten gaan maken. Dat duurde wat langer. Dus rond 6:00 ben ik gaan eten. En het is bijna 8:00. En ik heb gewoon nog een kwart van mijn eten over. Maar ik zit vol. En dit is echt een nieuwe ervaring voor mij. Het begint steeds erger te worden ook. Ik heb sinds kort dus schildkliermedicatie. En ik heb het idee dat die werkt. Ik zit zo snel vol. En ik heb een kop thee op. En cider. En ik ben nu... Dit is mijn tweede cider. Met een beetje gin dus. Ik moet wel mijn make-up gaan doen en zo ook, want het is alweer 7:55. Even eten. Ja. Nee, ik zit vol. Ik wil meer eten. Mijn hoofd wil meer eten, maar mijn lichaam denkt, bitch, no. Omdat ik gewoon weet dat vanavond een feestje is en dat ik ga drinken en ik wil niet te dronken worden. En dan moet je een goede bodem leggen, maar ik kan gewoon niet meer op. Het is bizar. Zweden gaat winnen. Mijn gok is op Zweden hoor. Sissy is er niet helemaal mee eens dat ze meegaat naar mij op dit moment. Nee, vastmaken. Oké, ik weet niet waar ze nu is. Ik zou ze mijn schoenen uitdoen trouwens. Schoenen moeten hoog. Ben je? Oh, ze kruipt nu onder de kast. Massie. En zo onder het bed. Schat, je kan daar echt niet heen. En je komt niet heel veel verder daar, denk ik. Nee. Zie je, je komt daar niet echt. Ik ga hier wel weer weg. Ik ga gewoon televisie kijken. Dat was dan weer de weekvlog voor deze week. Ja, ik ben dus zeer teleurgesteld in de uitslag van het Songfestival. Ik vond Zweden een vrij saai nummer. Niet heel boeiend. TBH. Ja, dat was alweer de weekvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond om naar te kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Op de hoogte blijven van iedere weekvlog. Zijn andere video's die ik post. En ook gewoon de volgende keer weer te zien. Hey, yeah.